Lieve mensen, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video hier op Quinca. We zijn weer op de standing in Krimpen aan de IJssel. En zoals je kan zien zijn er een aantal bussen al weg. Want het is 1 uur 's middags, dus ik heb een late dienst vandaag. En we rijden vandaag met de 8821 vandaag weer rondje in Krimpen. En binnenkort heb ik ook weer leuke diensten vanuit Gouda en Alphen, jongens. Dus blijf vooral kijken. Ik ga trouwens ook de roeipendel ga ik meedoen, dus er komt weer hele leuke content aan. Maar we gaan dus met de 8821 beginnen. En ja, hij is een beetje vies, dus ik ga hem even door de wasstraat heen halen. Ik zou zeggen, ga gezellig mee. Zo, de wasstraat is geactiveerd en ja, dat moet even gebeuren, want de bus was een beetje vies. En hij komt nu deze kant op, dus dat gaat lekker beginnen. Ligt het nou aan mij of komt er geen water uit? Volgens mij komt er geen water uit. Oh, dit moet ik heel even gaan melden. Zoals je kan zien kan het ook niet altijd even goed gaan met apparaten. Er kunnen ook wel storingen in voorkomen. Zoals nu, want er zit geen water in. Ik ga stuk. Oh, geweldig. Ik ga het even melden, jongens. Dus ja, nou, op zich, mijn bus is eigenlijk al schoon genoeg. Dus eigenlijk was het ook niet helemaal zo nodig. Maar ja, dit moet ik even melden. Moet je trouwens ook kijken hoe gaaf dit is hier, jongens. Hier worden dus alle bussen ook onderhouden. Misschien dat ik hier ooit nog een keer heen ga. Maar laat ik maar eerst even de waterloze wasstraat even uitzetten. We zijn op de Kapelsebrug aangekomen, as usual natuurlijk, want dit is mijn homebase, Krimpen aan de IJssel, mijn homestad, dus ik rij hier heel veel. Maar zoals je kunt zien op de achtergrond heb ik de camera weer geïnstalleerd, de GoPro staat er weer en ik ga jullie zo meteen meenemen op de lijn 196, kun je meekijken. Super tof, wat je nog meer in deze vlog kan verwachten is namelijk, wat gebeurt er nou als er iemand vermist raakt in de omgeving, hoe gaan de buschauffeurs daarmee om en hoe kunnen wij meehelpen om die vermiste persoon weer terug te vinden. Dus dat ga ik jullie zo meteen allemaal uitleggen. Kijk eerst maar gezellig mee naar ritje 196. En ja, super leuk dat jullie kijken. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat nu. Doe een blauw duimpje omhoog en ik wil even mijn waardering nogmaals uitspreken voor jullie allemaal. Jullie zijn geweldig en ik ben jullie heel dankbaar. Veel mensen vroegen zich ook af, hoe doe ik nou die AI-stemmetjes allemaal? Nou, ik zeg het al, met AI, via 11 Labs, als je www.11labs.com, dat is geen reclame trouwens dit, dan kan je daar dus gewoon invoeren wat je wil laten zeggen. Moet je even een stem uploaden, dus doe je gewoon HTML oproep random of e-mail Arriva, maakt niet uit. En dan kan je daar gewoon stemmetjes in maken. En dat hebben wij ook, dus wij hebben op die manier de omroep gemaakt die ik vorige keer in de video heb laten doen. Maar als je dat dus wil weten, moet je het via 11 Labs doen.
Tot ziens. Van de ritje 196 richting Gouda. Nou, superleuk natuurlijk, want deze lijn is denk ik wel een van de lastigste lijnen van Krimpen, omdat het gewoon heel smal is, heel veel smalle puntjes en ook door smalle dorpjes heen. En ja, dat is dus wel soms nog wel eens een uitdaging. Je kan er wel eens mensen tegenkomen, vrachtwagens, bussen. Je komt eigenlijk voor alles tegen daar. Wat er dus ook wel eens gebeurt, het is natuurlijk hartstikke vervelend op het moment dat jij iemand kwijtraakt of dat je iemand vermist raakt. Wil je natuurlijk wel dat diegene snel teruggevonden wordt. Nou, als buschauffeur zijnde krijgen wij een melding vanuit de centrale waar iemand vermist is in de omgeving. Dus mocht iemand hier op de Kapelsebrug vermist zijn, zien alle bussen van heel de omgeving zien wie er vermist is. Althans, wie niet de foto, maar je ziet meer een beschrijving van die persoon. En op die manier kunnen wij weer mensen terugvinden. En geloof me jongens, het is een aantal keer zo gebeurd dat een chauffeur iemand dus herkende van het berichtje. En dat er uiteindelijk iemand is teruggevonden die was weggelopen uit een instelling. Of misschien een dement persoon die wellicht uit het verhuizing of het verzorgingshuis is gelopen. Dat soort dingen gebeuren nog wel vrij regelmatig. En het is alleen maar fijn dat wij als buschauffeur daar ook in kunnen helpen. Waardoor we eigenlijk een soort van extra maatschappelijk... Dat we eigenlijk een soort van extra maatschappelijk functie hebben. Ja, mocht er iemand hier in de omgeving bijvoorbeeld vermist zijn, dan kunnen wij met onze ogen open doen. Want we rijden natuurlijk met zoveel bussen op de weg hier, dat het eigenlijk gewoon een hele grote kans is dat je die persoon tegenkomt. Dus ja, dat wou ik nog even vertellen. Dat is echt heel leuk om te weten. Heel veel mensen weten dat dus niet, dat wij dat zo doen. En het is best wel heel vaak voorgekomen dat we dus mensen letterlijk hebben teruggevonden op die manier. En ja, dat is super fijn dat dat kan. Wij krijgen dat gewoon te zien op het Albatros-scherm wat daar hangt. Nou, je weet hoe dat eruit ziet. Dus ja, super tof dat dat mogelijk is. Echt oprecht gaaf. En nog even snel een tussensprongetje. Ik heb het in de Fantasialand video ook al gezegd. Wil je nou in een videoclip komen die ik binnenkort ga opnemen? Laat het even weten. Stuur een filmpje op dat je danst op de muziek van Quinca de buschauffeur. Ik heb hem in de Fantasialand vlog heb ik hem aangezet. Ik zou zeggen, kijk even naar die vlog. Daar speel ik hem heel lang af. En daar kan je dus een soort van dansje op doen. Dan kan ik kijken of ik daar iets leuks op kan editen. Stuur dat door naar quincazakelijk@hotmail.com. Tot nu toe gaat de dienst lekker. Ik ben aan het genieten. Het is lekker weer. Het is lekker weer. En het was een tijdje geleden niet zo lekker weer. Maar ik moet je zeggen dat ik me wel vermaak zo met deze bus. Met dit zonnetje. Want de zomer komt weer aan, jongens. Heerlijk. Het is ook lekker rustig op de Kapelsbrug. En ja, nu is het gewoon een kwestie van wachten. Kijk, we staan, jongen. Yo! Yo, weer in de vlog, man. Dat is al de tweede keer dat je in de vlog bent. Ja, toch? Lekker, man. Lekker naar huis. Ja, ik ga lekker naar huis. Ik vind het genoeg geweest voor vandaag. Snap ik, jongen. Ga lekker genieten. Ja, en doe maar voorzichtig op de weg, allemaal gevaarlijke mensen hier. Ah, goed, is goed jongen, later! Altijd wel leuk om te zien dat Mika ook zo blij is op zijn werk. Superleuk. Mika heeft ook TikTok gehad en hij doet nog aan TikTok. Niet 100%, meer 100%. Of ik weet niet of ze dat ooit nog gaan oppakken. Maar mocht hij dat een keer doen, dan zal ik dat in de vlog laten weten. En ja, ik ga nog even genieten van mijn pauze. En dan rijd ik zo meteen weer verder met het volgende rondje. Richting, ja, waar ga ik eigenlijk heen? Ik heb geen idee, ik kijk zo meteen wel.
En toen stonden we ineens op Schuwacht en Lekkerkerk. We staan hier op Lekkerkerk Schuwacht en hier begint de lijn 292. Als je hem voor de helft rijdt, dan begint hij hier. Anders rij je door als 194. Maar we gaan nu weer terug naar de Kapelse Brug. En daar krijg ik als het goed is zometeen iemand die staat daar klaar met eten voor mij. Dus heb ik even allemaal goed geregeld weer. Hè? Wat vinden jullie van de 196, jongens, die net hebben gezien? Is het een beetje een mooie lijn? Laat het me weten in de comments. Als je nog vragen hebt voor in de volgende video, want ik ga wel de vragen beantwoorden. Laat het dan hieronder weten en dan zal ik reageren op jouw vragen. Want er zijn heel veel vragen over het busrijden en over hoe alles werkt. Dus als je nog vragen hebt, laat het in de comments weten. En wie weet is jouw reactie in de volgende video wel ziet. Wie weet is jouw reactie in de volgende video dan al te zien. Ik ga snel door, want de plicht roept. Nou, ik ben even achter in de bus gaan zitten en ik heb het eten hier al klaar. Alleen Dennis is te laat. Ja, dat is jammer. Maar ze eten is op te koud. Maar ik ga nu even lekker smikkelen en dan nog ritje naar Utrecht en dan is het alweer over. Ik haal dit trouwens altijd bij de snackbar Kapelse Brug. Die is daar op het hoekje. Als je hier een keer bent, ga daar eten, want het is echt lekker. Vinka, de koning van de bus. Jongens, Dennis is er! Hey! Ik sta hier op Utrecht met Dennis die net te laat was. Dat was niet mijn schuld. Ja, dat zeggen ze allemaal. Maar in ieder geval, we hebben dus even gegeten. We zijn weer op Utrecht. Ik ga nu mijn laatste rit terugrijden. Ik heb de GoPro opgeruimd. Want die stond dus blijkbaar de hele tijd aan. Zonder op te nemen, dus is nu leeg gegaan. Echt heel slecht. Maar ik heb in ieder geval de 196 opgenomen. En Dennis, even rustig aan nu. Ik vind dat je echt even te ver gaat nu. Even rustig aan nu. Heb jij nog een vraag voor de buschauffeur? Nee, eigenlijk nog niet. Nee. Als ik hem heb, dan laat ik het even weten. Sowieso. Of, Zo, lieve mensen, ik ben weer klaar voor vandaag. Ik hoop dat jullie dit een leuke video hebben gevonden. Doe allemaal een blauwe duimpje omhoog. Abonneer me Kwinka en dan zie ik je bij de volgende video weer. En ik ga weer beloven dat dat weer een hele leuke vlog gaat worden. Ik hoop dat jullie dit ook een leuke vlog vonden. En tot de volgende video. Ik zie jullie snel weer. Luister maar mee naar dit prachtige AI die ik speciaal voor jullie heb van vandaag gemaakt. Het is weer elke week. Helaas was Dennis te laat voor het eten. Maar we kunnen hem dat wel vergeven. Tot de volgende video, Marvin. Ik zie jullie snel weer. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan nu, want ik ben Kwinka.